Minister Pralaat-Seudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij mist nog steeds een groot deel van de 40 tractoren die in 2013 zijn geschonken door Iran. In januari waren er slechts 8 tractoren teruggevonden. Seudin gelooft dat de gedoneerde tractoren nog buiten het zicht van het ministerie worden gehouden. Maar veel tractoren waren ook afgestaan aan instituten van de overheid, als de DC's. Maar ook andere instellingen hadden het gehad. Dus wat we hebben kunnen achterhalen, hebben we naar binnen gehaald. En hoeveel zijn dat? Het is nu 11 in totaal. Voor de bewindsman moet er een duurzame aanpak komen voor de wateroverlast op de landbouwgronden. De aanzet hiervoor is het afgelopen weekend gegeven in Nigeria. Het project wordt gefinancierd door de Islamic Development Bank. Waarbij al die polders gesaneerd zullen worden. Waarbij de waterschappen in het leven geroepen zullen worden. Die mensen zullen getraind worden. En dat zullen ze daarna het beheer zelf overnemen. Dat werkt anders. Dat is dan een duurzame oplossing. Andere landen doen het al. Van Nederland kennen we dat. Maar hier in de omgeving, Guyana heeft het. Daar ga je weinig horen over klachten bij de boeren over wateroverlast. Maar wij moeten die kant op. Dus in Nigeria is er al een start zijn gegeven. In de andere sector zijn we bezig nu zaken voor te bereiden, dat is in Nigeria. En te kijken of wij financiering kunnen vinden ergens om dan het zaakje integraal aan te pakken. Minister Pralaat-Seudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Hij sprak gisteren enkele journalisten voor aanvang van de wekelijkse raadsvergadering.